zijn hier bij Vergeel Orchideeën in Erica. Wij telen op deze locatie potvallen op, ze zijn in allerlei kleuren. De grote uitdaging is potworm in deze teelt. Potworm gedijt in een vochtig substraat. Wij geven de plant naar behoefte water, dat de pot niet te nat wordt en ook niet te droog, waardoor de potworm wat minder zich thuis voelt in het wortelmilieu. Wij proberen zo goed mogelijk water te geven in een waterkwaliteit wat voldoende op peil is. Een vernieper ondersteunt ons met begeleiding en controle van ons uitgangswater. Belangrijk is dat je alle waterstromen in beeld hebt. We beginnen buiten bij de bezins, om daar het water te controleren. En zo gaan we naar binnen en dan controleren we op verschillende punten de kwaliteit van het water. Bij de Phalaenopsis is het belangrijk dat het water wat er bij de plant komt van goede kwaliteit is. Daarvoor gebruiken we Huasan, gestabiliseerde waterstofperoxide. Die doseren we in de leidingen. En zo zorgen we dat het water wat bij de plant komt schoon is. Noodzaak van goed water blijft en zal zeker in de toekomst niet minder worden. Het water wat wij hier op dit bedrijf opvangen wordt voor 100% gerecirculeerd en naar ons chrysantenbedrijf toegebracht. Huasan ondersteunt ons om het systeem schoon te houden, waardoor we uiteindelijk weer een gewas hebben wat niet bespoten hoeft te worden met fungicide. Uiteindelijk heb je daardoor een vitaler gewas, wat uiteindelijk ook weer een stukje duurzaamheid uitstraalt.